Ik ben Laurens de Graaf en ik studeer ruimtelijke ordening en planologie. En ik zit nu in mijn derde jaar. En voor mijn idee ben ik een hele andere kant op gegaan. Want ik hou van techniek en slimme objecten in je huis. Alleen ik vond aansturen met een telefoon heel lastig. En daarom heb ik de Simpel Tja ontwikkeld. Maar wat kan die kubus eigenlijk? Met de Simpel Tja kun jij je hele huis bedienen. Je zoekt het icoontje op welke stand jij je huis wil hebben. Je legt hem neer. En op dat moment voert de kubus jouw keuzes uit. En dan staat je huis op die setting. Je kunt dus je tv aansturen, je licht aansturen, je telefoon, je gordijnen en je zonnewering. Hoe jij je huis wil hebben staan. En toen? Ik had het idee en ik wou het uitwerken. Ik ben naar Yvonne gegaan. En zij heeft mij gepusht om ook mee te doen aan een ondernemers award. En tijdens de hele award is het idee groter geworden en gegroeid. En werd ik steeds meer gedreven om het echt te gaan uitwerken. En zo ben ik ook bij de finale terechtgekomen en heb ik dus de finale gewonnen. En met die 5000 euro ga ik zorgen dat mijn idee in de winkel komt. Ik zoek een appmaker en de marketing moet opgezet worden. En als ik mijn idee heb uitgewerkt, dan ga ik weer verder met een versie 2 of een versie 3. Kunnen we je nog ergens mee helpen? Ja, met mijn idee heb ik uiteraard ook nog hulp nodig. Want ik ben zelf geen ICT'er en het is toch een best wel ICT-achtig product. Ik heb zelf de basis, maar nu ga ik op zoek naar een appontwikkelaar die een app kan maken om in te stellen. En heb ik al een programmeur die me wat helpt om de kubus op zichzelf beter te gaan programmeren. En dan ga ik zelf op zoek naar de juiste distributiekanalen en een producent die ik kan gaan produceren. Om het zo allemaal samen te krijgen en in de winkel te krijgen. Zo, super vet. Gefeliciteerd. En heb je nog een tip? Aan de studenten zou ik als tip geven om gewoon te gaan doen wat jij leuk vindt. Ik ben een planoloog met een ICT-achtig idee. En ik heb het bij elkaar gegoogeld en voor elkaar gekregen. Zorg dat je jezelf uitdaagt. Zorg dat je de juiste mensen om je heen hebt die ook jou uitdagen. En met de juiste hulp kun je eigenlijk elk idee wel voor elkaar krijgen en gewoon doen. Als je iets leuk vindt, dan kun je het wel voor elkaar krijgen. En zo is het maar net.